We gaan sowieso kijken of Robert zijn paard mooi om het binnenbeen gebogen kan laten lopen. Dus eigenlijk tussen hand en been. Binnenbeen, buiten teugel, klein beetje binnenbuiging vragen. En dat hij dan eigenlijk aan de buitenkant de 7 galopsprongen gecontroleerd linksom en rechtsom kan gaan maken. De hulpen die zijn eigenlijk balans. Dat is sowieso altijd het eerste punt waar we op moeten letten. Dan moet Robert zorgen dat hij eigenlijk de buiging om het binnenbeen kan maken. Dus het binnenbeen drukt rustig een klein beetje aan. Je voelt hem aan de buitenteugel. En dan in het fietsstuureffect vraag je dan heel rustig een klein beetje de linker of de rechterstelling.